De krant heeft de kunstbijlage, radio heeft kunststof. Al 18 jaar, elke maandag tot en met donderdag, van 8:30 tot 9:30. Persoonlijke gesprekken over media, cultuur, kunst, kunststof. Ja. Goedenavond. Het mannetje van de radio had een stem die je uit duizenden herkende en van wie je geen idee had hoe die eruit zag. En misschien wilde je dat ook helemaal niet weten, want sprookjes moet je niet uitleggen en ballonnen niet doorprikken. Hier zijn Simone Walraven en Willem van Kooten. Uw presentator is Jelly Brouwer. Dat ik Frits Spits voor het allereerst zag, in plaats van dat ik hem hoorde. En dat ik schrok. Want ik had echt een beeld van die man. Ik had een beeld van die man. Ik ben groot geworden met hem. Hebben jullie dat ooit zo ervaren? Is er wel eens iemand die jou zag, Willem, voor het eerst? Joost den Draaier. En dat er een vreemde reactie was? Nee hoor. Nooit. Nee, vooral niet als ik wat zei. Als ik sprak. Werd je herkend aan je stem? Ja, nog steeds. Nog steeds? Ja, nog steeds. Je gelooft het niet. Daarom ga ik ook zo zwijgend door het leven. En jij, Simone, word jij herkend aan je stem? Ik word wel herkend aan mijn stem. Ik heb zelf nooit dat ervaren. Maar ik heb het wel met een plek ervaren. Niet met een persoon, maar wel met een plek. Ik had welke het met plek? Het muziekpaviljoen. Toen ik daar voor het eerst kwam, en ik had al jaren geluisterd naar programma's die daar vandaan kwamen, en toen kwam ik er voor het eerst. En het was echt alsof het een soort instituut voor minder verstandelijk... een heel treurig instituut. Het was echt heel bizar. Nu is het trouwens zo dat stemmen al jarenlang zichtbaar zijn. Want in iedere studio hangt een webcam. Wat geen vind voordeel, je daarvan? Geen voordeel. Edwin Evers had gelijk. Alleen dit vind ik eenmalig, dat kan het, weet je wel. Maar radio die op tv is, vind ik verschrikkelijk. Zet af. Maar die webcam de magie is toch weg. Maar die webcam vind je wel oké? Nee, weg. Wegcam. Want 1 op de 8 Radio 1 luisteraars kijkt radio, hè? Verbazingwekkend veel, toch? Nou, dat... ik geef daar geen commentaar over. Dus, jij vindt het een slecht idee. Van. Luister toch gewoon lekker naar de radio. Ja. Vind jij ook dat de magie verdwijnt zodra er een camera opstaat? Zeker. Op de stem? Ja hoor, zet maar uit. Jullie begonnen allebei op je 15e. Ja. Autodidact. Je begon bij Radio Decibel. Ja, dat klopt, ja. De Piraat in Amsterdam. Ja, ja. Oh, amazing. Samen zitten met de meer hier, hè? Zitten de meer hier, hè? Ja. Okay. Ja. Een veredelde koffieshop met een antenne erbovenop, hè? Heeft Jeroen van Maar dat was Veronica ook natuurlijk, hè? Dat maar wel heel professioneel. Kotten. Hoe kwam je daar terecht? Je was een kind. Ja, ik was een kind. Ik luisterde samen met een vriendin. Wij belden constant in de phone in. En toen werd uiteindelijk maar gezegd van... hey, Sipi en Anke, kom maar eens een keer langs. En oké, dat hebben wij gedaan in het Hof van de Nacht. Op de Da Costa Kade. En toen al snel kwam de vraag... we hebben een nieuwslezeres nodig. En zo begon ik. En toen moest ik een pseudoniem vinden. Sipi Dubrovski. En toen hoe? Sipi Dubrovski? Dubrovski. Ja, zie. Want het was een piraat, dus illegaal. Ja, je kon niet onder Simone van Raven werken. Ja, en toen werd ik al snel DJ. En dus door de week mocht ik een braaf VWO-meisje zijn... en in het weekend werd er niet geslapen. Zullen we even luisteren? Ja. Het was het afscheid van Jeroen van Inkel. Klopt trouwens, ja. Maar eerst doen we even het nieuws met Sipi Dubrovski... die waarschijnlijk al boven een klein beetje in nieuwsgierigheid zit te wachten. Goeiedag, Sipi. Goeiedag. Ha. Moet ik nog een passend woord spreken of zo? Nee, hoeft niet hoor. Nee, hè? Nee. Ik gun je gewoon de weersverwachting zelfs tot middernacht. Wisselend bewolkt en in de namiddag en avond enkele buien, mogelijk met hagel. Middagtemperatuur circa 8 graden. Dit was het nieuws alweer. En nou moet ik dus echt ontzettend hard huilen, want dit is een tragisch moment. Ja, 1986 was het? Ja. 87? 87, Radio Decibel. 83. 2 of 83. Willem van Kooten was ook 15 toen hij voor het eerst op de radio te horen was. Ja. Als profeet Jesaja. Ja, bij de RCV-radio. Ja, ik ben al jong begonnen als profeet, zeg maar. Dus juist, ja. Nee, ik vind Jeugdland, RCV-radio, woensdagmiddag. Ik zat op het gymnasium te Hilversum en wij werden geronseld. Ja, goedkope krachten, weet je wel. En dan kreeg ik een script en ik moest meestal... ik moest de inleiding lezen. En dat was of Jesaja of Jeremia. Een van de oud-testamentische profeten, zeg maar.
Mooi hoor. Maar ik vond het spannend, toen was je in de grote NCV Studio 1... waar de mast stond van mastklimmen. Mastklimmen, 100 jaar radio, weten we dat nog? Daar komt de hamvraag vandaan. De uitdrukking de hamvraag... De hamvraag komt is bij... van Johan Bodegraaf uit de jaren 50. Een beestachtig populair programma. Miljoenen luisteraars moeten er geweest zijn. Hij ontdekte mastklimmen de hamvraag. Mastklimmen op donderdagavond NCV Radio. Oh. Zo begon jij op je 15e, maar toen werd je de DJ. Zullen we even luisteren? Op de hottest station in the nation, Radio Veronica, the station where it's all happening. Voor de buitenlandse luisteraars het geheel. Waarom let je ook niet op het loodje? Gekozen en bezorgd doet het rijden, joh. Mop, een mopje was die aardig om te zien. Nu hij nu bromt die alle dagen. Gary Lewis en de Playboys, paint me a picture. You don't have to paint me a picture. Niet slecht. Nee, voor zo lang geleden. Hallo. 1966. Dat zal best. 6 oktober. Joost mag het weten, zo heet het programma. Maar Veronica, zee. Op zee, ja, Veronica. Op zee, ja. Niet en... zeeomroep, maar zeeomroep. En jij had natuurlijk ook een pseudoniem nodig, want een piraat, illegaal. En ik citeer even, want je viel op, hè. Vanwege je vlotte, studenticoze spreekstijl in een tijd van weinig stemexpressie. Wie zegt dat? Ja, dat weet ik veel. Oh. Nou ja, ik studeerde in Amsterdam Nederlandse taal en letterkunde. En dat was 1960, 61. En dat was de meest populaire muziek, was Dixieland muziek. Leuk hoor, vind ik nog leuk trouwens. Maar... En toen hoorden ze dat ik... Ik wilde niet weten aanvankelijk dat ik voor een piraat werkte op zee, weet je wel zo. Prima, ik vond het mooi. Dat past natuurlijk helemaal niet bij dat koor dat waar je bij zat. Niet bij die jongens met die jasje. Als je hele oude foto's van me ziet, nou die nog niet eens, maar van daarvoor. Vroeger was het eigenlijk altijd jasje. Kijk maar naar de oude foto's. De Beatles ook jasje. Allemaal, hier nog steeds. Ben je mee? Prima, weet je wel. Mooi, en nog de helft zo ongeveer. Als je zou moeten kiezen tussen de notering, je jaarlijkse notering in de quote 500 of... De top 3. We zijn weer helemaal bijgepraat over de rijke historie van ons dierbare medium. Gauw terug naar de radio. Met dank aan onze gasten.